Yo, welkom bij een nieuwe vlog. Wat gaan we doen? Ik begin volgens mij altijd mijn vlog zo. Nou ja, fuck it. We zijn nu bij Fabian's huis. Fabian, mijn sidekick, die gaat mee. We hebben een toernooi. Toernooi in Bielefeld in Duitsland. Daar hebben we ons voor gekwalificeerd. Dus daar gaan we nu heen. We gaan Steven gaan we ophalen in Breda. Daarna rijden we gelijk door naar Duitsland. En dan komt de rest. Boki. Marit, Daan en volgens mij nog twee. Dus onderweg naar Duitsland. Good morning, guys. Yo, we hebben net de workouts bekend gemaakt. De workouts zijn net bekend gemaakt. We zijn met z'n allen nu bij elkaar. Wat vonden we van de workouts? Ik ben blij met de eerste. Ik ben blij met de tweede. De derde iets minder. Ring muscle ups in de derde. De eerste wall balls. We hebben een hele goede demo pitch. Ja, onze demo man die was echt heel goed. Hij kon gewoon zelfs een ring muscle up, had ik niet verwacht. Geen twee achter elkaar. Geen twee achter elkaar, maar eentje. Het was echt een rem. Ja. Dus Marit die gaat... Marit is onze eerste, hè? Die gaan we volgen. Nee, Daan is eerst. Oh, Daan! Ja. Wow. Daan is als eerste, dus... Ik heb een goede tijd inzetten. Heb je een tijdje gepoetst? Ja, ja. Okay. Dus die gaan we volgen. Marit zit natuurlijk bij de elite dames, die gaat daarna. En daarna volgen de andere twee mannen en daarna ben ik. Dus we gaan ons lekker warm maken. En we hebben er zin in. Oh ja, we gaan eerst eten.
was zo bang dat het touwtje niet goed zou gaan met die kuit. Ik voelde hem bij de derde ronde. Toen dacht ik, nee. Toen ging ik meer op mijn linkerbeen lopen, of springen. En toen ging het goed. Wat was het lastigst? Ja, conditioneel gaan. Overhead lunges is geen probleem, links en rechts. Wallballs vind ik oké. Maar ik moest hem gewoon opbreken door conditioneel. Dus dat weten we allemaal, hè. Conditioneel is niet zo heel top. Maar goed, maar we hebben hem wel net niet gehaald. Ik weet het echt niet. Ik vind het niet zo heel interessant. Ik tel hem ook. Nu de tweede workout. Die zie je nu. Dat is leuk, en dan bam, dan komt hij ineens. En wat zijn daar de verwachtingen? Deze man is een beest. Wat ga jij eigenlijk doen? Steven Cho. Ik start met 95. Oké, okay, waar wij zeg maar niet komen, daar start hij. Okay. We hebben dat, en dan hoe? 102,5. Maar dat is echt twijfel. Marit. Ik ga beginnen met 57,5 en ik hoop 65. Hey, Fabian ook. Ja, nee, precies. Nee. 5 kilo erboven. Fabian, waar ga je starten? Schiet op, want mijn arm wordt echt moe. Ja, ik denk, ik ga proberen tussen de 4 of tussen 72 en 80. 72,5 dan, hè? Ja. Allright, ik ga sowieso eerst 92,5. Als alles goed voelt, en dan is 90 en probeer de 95. We zullen zien. Ik film alleen de laatste, anders wordt het heel lang gefilmd. Ik ben klaar met de volgende. Event 2 is geweest. 3RM overhead squats. Redelijk tevreden. Oh, doet hij echt precies een shirtje uit? Nee, doe maar uit. Nee, ik ging het Fabio, nog niet? Ja. Op zich ben ik wel redelijk tevreden. Wat had je? 75. Ik hoopte 70 plus te halen, dus. Nou, dat is gelukt dan. 75. Op naar de laatste workout. Dat is 99775533. Wat zou ik weer doen? Muscle-ups. Oh ja, ring muscle-ups. Fijn. En hang power clean 70 kilogram. Geen doel gesteld, zei je gisteren? Nog steeds niet? Nee. Okay. Maar goed ook als ik kijk naar de rest. Wat een fucking... Oh, sorry. Wat een beest, jongen. Gewoon een 3RM overhead squat, 112,5. Ja. 110, 105, 100, allemaal boven de 100. Ja, netjes. Ik kan niet anders zeggen. Ik vond het jammer dat mijn 95 niet lukt. En dan zie je die gasten gewoon 110 en dan pak je hem gelijk in de squat. Leuk om te zien. Ver lange weg te gaan. Maar ja, goed, we hebben het nog steeds naar ons zin. Op naar WOD 3. Ja, yeah. Laatste woordje van vandaag. Ring muscle-ups en hang power cleans. Hang power cleans, geen probleem, 70 kilo. Okay.
ring muscle-ups. Van de week heb ik hem gedaan, woensdag bij RTM. En daar had ik 9 ring muscle-ups, 9 cleans, 7 ring muscle-ups. Dus het doel is 9, 9, 7, 1. Goeie, gaan we doen. Anyone need some razors, some bumpers? Just jump high. Dag 2. Lopen. Alright, alles is klaar. Alles is klaar. Want we zitten bij de kou. Oude kou. De wilde kou. Wilde kou. Nee, we zijn even lekker met z'n allen aan het eten. Kijk, bijna. Dat is waar. We zitten al 15 minuten te wachten en we worden nog niet geholpen. Maar we hebben geen zin om ergens anders heen te gaan, dus we wachten nog eventjes. Daan. Is vandaag klaar. Daan is 5 geworden. Heel netjes. Heel netjes. Ik ben blij. En de rest moet morgen nog een trailrun doen. Oh, nee. Kom maar. Nee, kom maar. Wij wachten wel. Ja. Moeten morgen nog een trailrun doen? Ik schat ongeveer 5 kilometer. 5 tot 7 kilometer. Dus we zullen zien hoe dat gaat. Fabian is er blij mee. Steven ziet het niet zitten. Ik denk ook niet dat Marit heel blij is. En ik sowieso niet. We gaan eerst even lekker een steekje eten. Goed rusten, elkaar een beetje masseren vanavond. Ja, zeker. Keep ten uitdenken. Ja, gewoon rennen. Als een malle rennen. En dan zien we jullie morgen weer. Even zwaaien. Alright. Boki kwam met iets leuks, een ijsbad. Want we zijn echt helemaal kapot. Ja, Boki. En het schijnt heel goed te zijn. Ik heb het al een paar keer geprobeerd te maken, maar dat mislukte. En nu hebben we wat ijs erin gedaan. En Serieus, staat hij echt met zijn blote leut er tegenaan? Ja. Hier veel meer van over. Oh shit. Als je erin zit, dan gaat de timer pas lopen. Ja, zit je? Ja, zit je? Gast! Ja, wat? Dan gaan we even kijken hoe lang dit volhoudt. Nee, 3 minuten. Ja, 3 minuten. Leuk.